Ondernemer Sean Mixon, meer bekend als Saya, heeft toestemming gehad om Haitiaanse werkers over te vliegen naar Suriname. Gisteravond kwam er een vlucht met 175 Haitianen aan in Suriname. Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking legt uit dat de toestemming is verleend door het ministerie. Tegelijkertijd benadrukt hij dat het om één vlucht gaat en dat er condities zijn gesteld voor het uitvoeren van deze heen- en terugvlucht. We gaan dat niet continu doen, dus daarom is het maar één keer. Omdat deze personen reeds geruime tijd geregistreerd zijn door dit bedrijf om hier te kunnen werken. In het presidentieel besluit bestaat die mogelijkheid er wel, dat na onderzoek en met de nodige garanties deze personen naar Suriname kunnen afreizen voor werkdoeleinden. Als men hier langer zou willen blijven, dan wordt afgesproken, dan zal het bedrijf dus verantwoordelijk zijn voor het natraject. Als men terug moet gaan, dan is ook het bedrijf verantwoordelijk. Dat hebben ze ook op schrift vastgelegd. Ja. Ik heb dat ontvangen. Pas nadat aan al die voorzieningen is voldaan, hebben wij toestemming verleend. Na advies ook van het kabinet van de president. Ja. De bewindsman geeft aan dat de groep mensen die gisteravond zijn gearriveerd in de agrarische sector te werk zullen worden gesteld. De regering zal dat volgens hem zo goed als mogelijk monitoren. Wij willen niet het imago krijgen dat we hier personen krijgen die dan elders terechtkomen. Dan moet ik het voorzichtig zeggen. Ik wil niemand beschuldigen van wat er gebeurt, maar we moeten wel de juiste regels in acht nemen. Laat me ook dit zeggen. In CARICOM-verband is vrij verkeer toegestaan, ook voor Haitianen. Maar skilled nationals. Juist. Dus wij moeten een beetje zelf bepalen welke soort arbeidskrachten we nodig hebben. Nou, de agrarische sector vraagt. Ook uit andere landen zijn er verzoeken, uit India, uit de Filipijnen, krijg je verzoeken, maar dan kleinere groepen. Dit is georganiseerd. Wij gaan hier zeker op letten hoe dat verder gaat. Maar het is absoluut niet zo dat er een afspraak is voor meerdere vluchten per maand, ja, enzovoorts. En het heeft niks te maken met friends and family, want we weten dat Saya ook de VAP heeft gesteund bij de verkiezingen. Nee, dat soort dingen maken bij mij absoluut niks uit. Het gaat om de zaak, het gaat om de condities die men in acht moet nemen, ja, de regelgeving. In de Surinaamse context, iedereen steunt verschillende politieke partijen. Dus dat is voor mij niet belangrijk. De bewindsman geeft aan dat het belangrijk voor hem is dat in het kader van het buitenlands beleid Suriname de regels die internationaal en nationaal gelden in acht neemt. De controle zal eveneens van groot belang zijn. Het volledige interview met minister Ramdin is vanavond te zien in het programma Onder de Loep om 8 uur op kanaal 12.1.